Dit is een prachtige genealogie van de familie Fagel. Met een aantal aan hun gerelateerde families. Allemaal hooggeplaatste families in de provincie Holland. Gemaakt in 1728 en aangevuld daarna nog ter gelegenheid van een huwelijk tussen een van de Fagels en een lid van de familie Dierkens. En die Dierkenskant, dat is de link met de ruimte waar we nu zijn. Want we zijn in de voorzaal, de boekzaal van Huis van het Boek. En dat museum is gesticht door Baron van Westrenen. En zijn moeder was een telg van die familie Dierkens. En dat verklaart de link met deze ruimte. Het is een prachtig, hele uitgebreide genealogie. Die bovendien is gebonden in een prachtige band. Gemaakt door de eerste stadhouderlijke binderij, die ook veel werk heeft gedaan voor de Fagel-collectie. Den Haag was in de 18e eeuw een belangrijke boekenstad, een van de belangrijkste in de Republiek. Er werden ontzettend veel veilingen gehouden in Den Haag, echt honderden in de 18e eeuw. Vaak in het huis van degene die de boeken naliet, want vaak gebeurde zo'n veiling na het overlijden van de verzamelaar. De familie Meerman bijvoorbeeld, Gerard Meerman, had een bibliotheek met een grote collectie incunabelen daarin. De bibliotheek is geveild in 1824 na het overlijden van zijn zoon. En de Fagel-collectie was in dat opzicht vergelijkbaar met de Meerman-bibliotheek. En is een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat de veiling natuurlijk in Londen plaats zou hebben en uiteindelijk nooit plaatsgevonden heeft. En dit is de catalogus van die veiling. Maar dat is niet de enige veiling van de Fagel-bibliotheek. Dit is de catalogus van de veiling van de privécollectie van de Fagels, die dus nooit heeft plaatsgevonden in 1802. Maar een jaar later, in 1803, werden de staatsstukken uit de Fagel-collectie geveild in Den Haag. Die veiling is wel gehouden. Een deel van de stukken uit die collectie is terechtgekomen in de Nationale Bibliotheek.